niet zwart en het suikerklontjes mysterie. In de jaren 50 zat ik op school in de Zweringstraat. En wij hadden een speelkwartier op de Andries Bikker. Hier, aan het begin van de Andries Bikkerweg. Dat is de First Christian Science Kerk. En wat mij toen opviel, dat waren de glazen bakstenen die daar waren toegepast. Ik had nog nooit van Berlage, de architect, of Piet Zwart, de vormgever, gehoord. Maar jaren later kwam alles bij elkaar. Want Piet Zwart heeft ook voor Bruinzeel gewerkt. Zoals u uit deze prachtige foto ziet. Mijn moeders droomkeuken. Wat heeft hij daarvoor gemaakt? Het persglazen opbergdoosje, dat zoals je ziet geïnspireerd is door zijn glazen baksteen. Waarvan ik toen dacht, waarom wordt dat nooit gebruikt? En tegenwoordig kan je geen huis opslaan of de glazen baksteen gebruiken. Nu heb ik politiek correcte suiker, fairtrade, Afrikaans, suikerriet. En kijk, dit pas ja, ietsje dood, maar het doosje gaat het achter. Maar nu is de vraag, als ik in mijn ready-made heb aangetoond of aangestipt, hoe krijg je dit nu netjes in het doosje? Je kan het op verschillende manieren doen. De eerste deed ik het zo. Zo, hup. En dat krijg je dan, het wordt meer, maar daar hebben we dus niet. Dus, dan gooi je dit even, dan gooi je deze plantjes weg, dan hebben we de Afrikaanse moer er ook mee staan. Dus we gaan een andere manier proberen. En dat doen wij als volgt. Ik hoop dat het goed gaat. Een Frans mes heb je hiervoor nodig. Het is even een werkje. Maar je hebt er ontzettend veel plezier van. Dus het komt te klikken. Nou krijg je dus de ervaring als handzetter. Hè? Dit mag geen pastei worden. Alleen kan je dit niet opwinden. Voilà. Wij zetten het Piet Zwart bakje eroverheen. We hoeven niet te schudden, want alles is los. Nou. Ik zou bijna willen zeggen, presto. Als ik geen hagenees prestissimo zou zijn.